Ik ben Nicole Dieneman, directeur van Archipel School Frans Nareboudt, een kleine binnenstadsschool in de gemeente Vlissingen. We zijn vandaag weer voor de eerste keer geopend. 4 combinatiegroepen met ongeveer 85 leerlingen op school. Bijna alle kinderen zijn op school. Enkeling die verkouden is en waarvan ouders zeiden volgens protocol houden we het kind thuis. Verder gaat het vanochtend eigenlijk heel erg goed. Kinderen zijn fijn binnengekomen in de groepen. Zijn ze met elkaar in gesprek. Het is erg gezellig in de klas om weer even met elkaar bij te kletsen. Wij hebben gelukkig geen besmettingen op school. Geweldig. Rafael. Dan doet hij de vis weer in de kom. Geweldig. Goed zo. Het is van groot belang dat de scholen weer open zijn. De afgelopen periode hebben we net als vorig schooljaar online lesgegeven. Onderwijs op afstand en dat is erg goed verlopen. Onze archipelscholen zijn eigenlijk vanaf het begin af aan met meets en een rooster in de klasroomomgeving met de kinderen en ouders aan de slag gegaan. Wat was ik aan het doen? Drinken! Heel goed, hou je microfoon maar even aan. Wat ben ik nu aan het doen? Eten! Keurig, groen voor Tara. Super! En zet hem maar weer uit. Maar er is niks beter dan dat we met elkaar op school zijn. Want de lessen in de klas zijn voor kinderen toch anders dan het volgen op een computerschermpje. Dus in die zin is het vooral vreselijk belang op het gebied van leren. Maar het sociaal gebied is eigenlijk een nog veel belangrijker gebied. Want we willen graag met elkaar leren en van elkaar leren. En dat doe je in de klas en op school. Op een ander niveau dan dat je dat thuis achter de keukentafel doet. Er is in de maatschappij natuurlijk veel sprake van eenzaamheid. Dat hebben we op school in mindere mate gemerkt. Wat we wel merken is dat kinderen het heel erg lastig vonden. En ook wel hun emotie gelukkig durfden te tonen in de meets die ze met de klas en met de leerkracht hadden. En daar waar wij het vermoeden hadden dat het even niet zo lekker ging en of dat dan eenzaamheid was of de hoeveelheid werk of het missen van je vrienden en het missen van de school en de leerkracht, hebben wij ook apart met kinderen telefonisch contact gehad, meets afgesproken, sommige kinderen in de noodopvang uitgenodigd, want naast dat we de noodopvang hadden voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen, hadden we gelukkig ook de noodopvangmogelijkheden voor kinderen waar we ons wat zorgen over maakten of die net even wat meer aandacht nodig hadden. En die hebben we de afgelopen weken op sommige momenten in de week op school uitgenodigd. Wat we merken is dat er natuurlijk verschil zit in hoe kinderen het oppakken en hoe ouders het oppakken het online leren. We hebben veelvuldig contact gehad met ouders, hulp geboden daar waar nodig. Er zijn veel Chromebooks geleend, zodat alle kinderen in ieder geval een device hadden om mee te werken. En daarnaast hebben we ook gewoon contact met ouders gehad over hoe kun je het aanpakken. Wat is het probleem waar je tegenaan loopt? Waar kunnen wij in helpen? En zoals ik al zei, ook in de noodopvang hebben we wat kunnen betekenen voor kinderen waar het even niet zo lekker liep. En in die zin hebben we het idee dat alle kinderen met hun werk bezig zijn geweest. De komende periode zal blijken waar we eventueel nog wat extra aandacht aan moeten besteden, wat ze goed op hebben gepakt en of dat groepsgewijs of individueel moet plaatsvinden. De groepen 1-2 die hebben het onderwijs zoals ze anders altijd hebben. We kunnen kinderen van groep 1-2 niet in kleine groepjes opdelen waarbij we afspreken dat ze niet met elkaar mogen spelen. Dat is zo tegen de natuur in. Dat willen we niet. Dus de kinderen van groep 1-2 spelen zoals ze dat altijd doen in de klas. En natuurlijk wel als ze binnenkomen handen wassen. Dat zit er al zo in. Daar hoeven we niet eens meer over te hebben. Doen kinderen eigenlijk al vanuit zichzelf. Vanaf groep 3 tot en met groep 6 proberen we met bubbels te werken. En dat betekent dat je in een vast groepje werkt en in dat groepje krijg je ook je opdrachten. Dus waar we normaal gesproken kinderen heel erg door die groep heen laten gaan, veel met wisselende kinderen laten samenwerken, hebben we nu gezegd we hebben een vaste tafelgroep en daar werk je aan. Voor de kinderen van groep 7-8 hebben we dat nog wat aangescherpt en die kinderen werken in tweetallen. En dat is hun vaste maatje. En daar doe je al je opdrachten mee.
En dat is anders dan dat we gebruikelijk gewend zijn. Want dan heb je wel eens een maatje waar je mee rekent en een ander maatje waar je taal mee doet. Nou, daar hebben we nu in de planning rekening mee gehouden dat we die wisselingen niet plaatsvinden. Dat betekent dat mocht er een besmetting plaatsvinden, we heel snel kunnen kijken samen met de GGD in het bron- en contactonderzoek welke kinderen zijn met de betreffende besmette leerling of gezin in aanraking geweest, waardoor het bron- en contactonderzoek goed plaats kan vinden. En dat is gelukkig bij ons beschouwelijk goed te regelen. Alle kinderen moeten 5 dagen uit de klas in quarantaine op het moment dat er een besmetting plaatsvindt. En dan gaat dus de GGD gaat bron- en contactonderzoek doen. Na 5 dagen mogen alle kinderen weer getest worden. En als ze negatief getest zijn, mogen ze naar school. Zijn ze positief getest, dan moeten ze 10 dagen in quarantaine. Worden kinderen niet getest door ouders, dan blijven ze ook 10 dagen thuis. En dat is gewoon conform de verplichte maatregelen van het ministerie. We hebben het snottebellenbeleid. Het is een mooi scrabblewoord geworden. Snottebellenbeleid heeft eigenlijk te maken met dat in eerste instantie de aanvullende maatregelen zo waren dat kinderen die verkouden waren wel naar school mochten komen. Daar was heel veel over te doen. Ook binnen onderwijs hebben we gezegd van ja, is dat nou wel veilig om te doen? Kunnen we die kinderen die ongelooflijk verkouden zijn nu wel of niet in de klas opvangen? Ten eerste omdat we dus niet weten of het nou een verkoudheid is of toch een signaal of een teken dat er mogelijk sprake zou zijn van een COVID-besmetting. Aan de andere kant ook, omdat dan heel de klas ook mogelijk weer verkouden wordt. Maar wij volgen de protocollen en daarin stond dat kinderen die verkouden waren en verder geen klachten hadden, wel naar school mochten komen. Nou, dat is, er is een advies gevraagd bij het OMT. Die heeft uiteindelijk afgelopen vrijdagavond besloten om de minister te adviseren om het toch aan te passen en de kinderen die verkouden zijn niet naar school te laten komen. Dat advies heeft minister Slob overgenomen en daarmee hebben wij het volgens het protocol van de PO-raad ook opgenomen. En ook bij ons, kinderen die verkouden zijn, mogen niet naar school. Er is 1 uitzondering, kinderen waarvan bekend is dat er chronische klachten zijn, bijvoorbeeld hooikoorts of astma. Die kinderen hebben de uitzondering, daarvan weten ouders en wij ook als leerkracht dat er sprake is van chronische verkoudheid. En die kinderen zijn wel welkom op school. Als er een schat in Vlissingen te vinden is, dan denk ik hier op het schoolplein, de Grote Markt, waar we samen met al onze kinderen genieten van ontwikkeling, genieten van onderwijs, genieten van elkaar. Dus als er ergens een schat te vinden is in de gemeente Vlissingen, dan denk ik hier onder het schoolplein. Want Namenblad heeft een hart van goud. Frans Namenblad!